Open Ateliers heeft mij benaderd en gezegd van, hey, jij hebt waarschijnlijk straks heel veel tijd over. Wil je niet onze voorzitter worden? En dat doe ik met heel erg veel plezier. Ik was met heel veel plezier wethouder en wat ik geleerd heb in die 2 jaar is dat er hier in Almelo ongelooflijk veel mensen kunst maken en dan echt ook heel druk mee zijn. En eigenlijk moeten we daar veel meer aandacht aan besteden dan we tot nu toe doen. Dus die atelierroute is echt een fantastisch initiatief. 1 keer per jaar kun je 37 kunstenaars in hun ateliers bezoeken. En ik hoop dat er ontzettend veel mensen op de fiets stappen dit jaar. Dit jaar op 22 en 23 september, zaterdag en zondag. En we hebben een website, daar kunnen mensen precies kijken welke ateliers open zijn. Maar we leveren ook een fietsroute aan. En werkelijk, je moet even een drempeltje over, letterlijk. Hè? Want je denkt van jeetje, ja, bij die mensen in huis. Maar het is echt ontzettend leuk. Je bent heel erg welkom. Hoeft niks te kopen. Maar in ieder geval, een bezoek is het zeker, zeker waard. Ik schreef eerder een boek in de periode 2012-2013 over het leven van Vincent in Londen, hoe ik van Londen houd. Daar komen de zussen al een beetje in voor. En ik dacht toen dat als de zussen net zo goed gedocumenteerd zouden zijn als Vincent, dat er ook wel een boek zou kunnen worden geschreven over die zussen. En toen ben ik onderzoek gaan doen en rolde ik van het een in het andere. En 3 jaar later was er dit boek. Nou, die documentatie die vind je op verschillende plekken. Maar het begint met het goed lezen van de brieven van Vincent. En dan zijn er een aantal plekken in het land waar die brieven zich bevinden. En soms bevinden ze zich ook wel bij particulieren of bij familieleden. Al die verschillende bronnen bij elkaar. En dan heb je het over musea, bibliotheken, archieven. En dus ook soms particulieren. Dat is de basis geworden voor het boek. Het is dus meer eigenlijk gebaseerd op brieven dan dat mensen zouden verwachten op schilderijen.